van Bijs vlog 9. Good morning guys. Was dat niet de allerschattigste intro ever? Even kijken. Het is vandaag zondag 18 december. En eindelijk mag ik vandaag mijn Extreme Highlight concept gaan doen eigenlijk. En natuurlijk heb ik daar een van mijn favoriete modellen voor. En dat is Sensimilia en Emanuela. Onze fotograaf is vandaag Rob Steunenberg. En we gaan vandaag shooten in zijn studio in Rotterdam. Dus ik ga jullie natuurlijk weer gewoon een dagje meenemen om te kijken hoe het eraan toe gaat. Dus blijf lekker kijken. Ik heb ongeveer een maandje geleden een Extreme Highlight concept bedacht. En dit is tevens ook een van mijn laatste shoots dit jaar. Dus dat is natuurlijk wel super leuk nu rond de kerstdagen en natuurlijk oud en nieuw. Dus het wordt heel erg sparkly en je gaat het zien. We zijn inmiddels al aangekomen in de studio van Rob. En ik heb hier Lisa Emanuela in mijn stoel zitten. Emma Lisa, hele moeilijke naam. En we gaan vandaag bij haar Extreme highlighten. We wachten nog even op Sensimilia, die is onderweg. En dan gaan we jullie zo het eindresultaat laten zien. Nou, ik heb net het eerste model opgemaakt en ik wacht nu even op Sensimilia. En dan gaan we verder met de highlighter shoot. We gaan alvast beginnen met Emanuela om te shooten natuurlijk. En dan laat ik jullie straks zien hoe dat is geworden. Weet je wat het is? Buitenlanders zijn gewoon altijd laat, hè, Sens? Altijd. Het hoort gewoon bij onze cultuur. Echt hoor. Oké, laten we beginnen. Ja, gaat super. Hallo. Eindelijk schieten we dit jaar weer met een van mijn favoriete modellen. Het werd tijd, hè? Echt tijd. Echt.
Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van de shoot. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Twee modellen zijn nog bezig. Oh, highlighter on fleek. Wat vonden jullie ervan? Tof. Tof. Nou, wil je de eindresultaten nou zien van deze meiden? Ik zal onder de vlog even een linkje zetten, zodat je alle beeldmateriaal en alle fotomateriaal kan bekijken. Ook kan je het vinden op mijn Facebook en natuurlijk de Facebook van Rob. En dan zien we jullie snel weer.